Ik ben Victor Henne. We staan hier in de abdij van Averbode. En ik neem u graag mee naar een Vlaamse meester. Ik ben 23 jaar en ben sinds een kleine 3 jaar hier Norbertijn in de abdij van Averbode. Deze keuze was zeker niet evident, omdat mijn ouders waren absoluut niet gelovig. De aantrekkelijkheid van dit leven ligt voor mij eigenlijk in de eerste instantie in wat kan ik betekenen voor deze gemeenschap. Ik denk dat schoonheid zeer belangrijk is. Wonende in een huis als dit, kun je niet voorbij van of daar niet ongevoelig voor blijven. Omdat het voert ook naar iets hogers. Het vervoert bijna. We zijn aangekomen bij de Vlaamse meester. Het visioen van de heilige Norbertus van Prémontré door Jan Erasmus Kellijn. We zien de heilige Augustinus die zijn regel geeft aan de heilige Norbertus, de stichter van onze orde. Hij houdt deze regel open op de eerste bladzijde waar staat ante omnia. Wat wil zeggen, vooreerst moet jij eensgezind samenwonen. Eén van hart en één van ziel op weg naar God. Links achter Augustinus zien we een engeltje met een brandend hart, wat een sterk symbool is voor de liefde. Uit de regel van Augustinus. Als liefhebbers van geestelijke schoonheid, met de goede geur van Christus om u heen, dankzij uw levenswijze. Eens per week wordt deze regel u voorgelezen, zodat u zich erin kunt spiegelen om te zien of u niets vergeet en verwaarloost.